Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan-Hans Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 87 hier in België. Onder nummer 7 van het kampioenschap nog één aflevering en dan zijn we op de helft van het laatste seizoen. Kijken wat België dus gaat opleveren. Maar heb je die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtboven het i'tje, klik erop en zet die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. Doen het tenminste goed met het geld, want we kunnen helaas niks meer upgraden, want alles is al geüpgrade. Dat had u echt niet verwacht. Dus moeten we de tijd eventjes doorspoelen en dan zien we dat een aantal dingen al zijn geslaagd. Onder andere een Power Department Focus, wekelijkse inkomen weer binnengehaald. Een betrouwbaarheidsteam training is weer voltooid, reactietraining is voltooid. Goed gedaan, dan even nu een korte seizoensbreak. Kunnen we ook even de kalender even zien opvullen. En dan spoelen we de tijd weer eventjes door. Krijgen we weer inkomsten en een promoting filmactie. Pirelli Hotlap doen wij niet, dus dan is het tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 87 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij kwalificatie deel nummer 1 en het is hier aan het regenen. Tenminste, de baan is nog nat. Er is alleen bewolking. Goed verhaal. Dus we moeten zorgen dat die regen zo snel mogelijk verwijdert. Verdwijnt. Goed. Foul. Kijken of wij door kunnen komen naar Q2. Ik verwacht van wel. Ik denk ook dat Jensen Button hier mooi door kan komen. We moeten het gewoon zien te halen. Wat eigenlijk appeltje eitje is. Ik denk dat Q3 vele malen spannender wordt. Aanbeland bij hopelijk mijn eerste en laatste run in Q1 met groen in sector 1 en 2. Staan op dit moment op een vijfde positie. Laatste bocht is wat niet zo lekker genomen. En dan laten wij de snelste tijd noteren met het 1.54.600. Jazeker. En dan zijn we aanbeland bij Q2. En dan is de baan flink droger geworden. Er komt al een soort van droge racelijn op het circuit. Dus ik verwacht dat we in Q3 gewoon naar de droge weerbanden kunnen. Naar de zachte band. Maar eerst Q2 door zien te komen. Oftewel door naar Q3. Kijken ook waar Jensen Button zometeen aan het einde van Q3 staat. Ietsjes te wijd bij Radeon. Daar missen wij wat de apex en laten wij paars in sector 2 noteren. Jazeker, 2,3 seconden sneller dan Ocon. Drugovic naar de snelste tijd, 1.52.719. Daar gaan we wat te wijd. Dan hier bij de busstop. Chicane, de laatste bochten van het circuit. Liam Lawson met een 1.51.864 naar de snelste tijd. En wij laten een 1.51.294 noteren. En dan zijn we aanbeland bij Q3. Met nog ongeveer 1 minuut en 20 seconden op de klok. Nee, sorry, dit is nog steeds Q2. Excuses. Zijn doorverwezen naar een tweede tijd omdat Lando Norris sneller is gegaan. En dus moeten wij met nog ongeveer 1 minuut en 10 seconden proberen om door te kunnen komen naar Q3. Iedereen gaat nu zometeen zijn ronde afmaken. Wij zijn nou net een ronde begonnen. Druppels vallen niet meer. Een klein deel nog op de lens, maar goed, dat is geen probleem. DRS is volgens mij beschikbaar gesteld door Race Director. Jazeker, en dan komen we aan bij start-finish. Zijn we doorbewezen naar een 16e positie. Maar ik verwacht hier gewoon weer door te gaan naar Q3. Met groen in sector 1, paars in sector 2. En jazeker, de snelste tijd in Q2. Goed gedaan. Maar we zijn er nog niet. Op naar Q3. Met nog ongeveer 1 minuut en 40 seconden op de klok. We gaan het maar bij 1 run houden om een setje softbanden uit te sparen. Iedereen is nu bezig met zijn tweede en laatste run in Q3. Jensen Button start helemaal als een laatste zie ik. Die komt nu richting Eau Rouge rijden.
Wij zijn bij de bus op Chicane en gaan nu proberen de pole position af te pakken van iemand. Ik weet niet wie die in handen heeft. Maar goed, hopelijk starten wij wel op pole position. Een hele goede eerste bocht. De topsnelheid van de Honda motor is hier gewoon goed. Geen regen voorspeld in Q3 en de vlag hangt uit bij het late kwalificatiedeel. Wij komen bij de busstop Chicane. Hier DRS geopend en dat is de pole position. Jazeker. Goed gedaan. Met één run de pole binnen gehaald. En zijn maar 7000ste sneller dan Charles Leclerc. En 53.000ste van Liam Lawson. Tsunoda volgt op een 10e, Button volgt op 2/10. Maar tussen Leclerc en mezelf is werkelijk waar ongelooflijk hoe dichtbij dat bij elkaar zit. Dan is het op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 87 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Welcome along then to the Belgian Grand Prix. The race that gave us the maiden victory to the Jordan team in 1998. And in the same team, the phenomenal debut of a young Michael Schumacher. There's always something special just around one of the many corners of this fan favorite circuit. So here we are once again, ready to go racing through the Ardennes Forest. 4.35 miles of long straights, fast corners and massive elevation changes. It makes this not only one of the most exciting circuits on the calendar, but one that makes for some consistently high quality racing as well. Simply put, there really is no place quite like it. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The professor lines up on pole position, and it's Charles Leclerc in P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Liam Lawson, Tsunoda, Jenson Button, and Ocon, Gasly, Latifi, Fernando Alonso, and Yuri Vips, Norris, Russell, Daniel Tichter, and Drugovich, Oscar Piastri, Mick Schumacher, Teo Pourchaire, and Richard Vachon, Schwartzman, Stroll, Magnussen, and Guan Yu Zhou. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Let's talk about the professor. What do you make of their performance so far this season? They've been avoiding mistakes and have had solid pace, so it's been a good season so far, but whether they can keep that up long term remains to be seen. Okay, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Nou, we moeten dus opnieuw een top 10 finish zien te behalen in de wedstrijd. Kijken of we dat dus ook kunnen gaan doen. Kijken wat Jenson Button kan gaan doen in deze grote prijs. 22 rondes lang racen, geen regen verwacht. Soft, medium is de strategie. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde hier in België. Met dus onszelf op pole position. Charles Leclerc op P2, Liam Lawson op P3, Yuki Tsunoda op P4 en Jenson Button dus op P5. Bijna iedereen start denk ik op de zachte banden. We moeten dus zorgen dat wij de eerste bocht zien te kunnen overleven. Ik verwacht hier dat heel veel mensen ons gaan inhalen vanwege de topsnelheid. Wij moeten het hebben van de bochten. En iedereen kan ons voorbij razen op het rechte stuk. Anyway, door naar de grid. Komen keurig in de gridslot terecht, jazeker. En dan wachten we totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor de grote prijs van België. F1 22 My Team Career Mode, aflevering nummer 87 gaat beginnen met onszelf op pole position. Charles Leclerc op P2, Liam Lawson op P3, Jenson Button op P5. De lampen gaan aan voor de grote prijs. En ze zijn uit en we zijn onderweg en we komen prima weg. Leclerc beter weg, Liam Lawson ook al beter weg. Kijk daar misschien naar de binnenkant, maar er is geen ruimte. En daar is volgens mij iets gebeurd, gele vlag. Wordt gezwaaid. Ik denk dat Liam Lawson Charles Leclerc heeft geraakt. En de safety car al op de baan geroepen in de eerste ronde van de race. Meerdere auto's staan stil op het rechterstuk. Herhaling van Liam Lawson. Wat er zo net is gebeurd. Kwam heel goed weg.
en kijkt hier naar de binnenkant. Dan is hier geen ruimte en stuurt hij op het allerlaatste moment naar links. Daardoor raakt hij Leclerc en daarom ontstaat er een opstopping. En daardoor kwam dus die safety car op de baan. In ronde nummer 3 gaat de safety car dus naar binnen. Ben Mylander, zijn taak zit er weer op voor vandaag. En wij kunnen het tempo gaan bepalen in de wedstrijd. We moeten ervoor zorgen dat wij een goede exit hebben ten opzichte van Charles Leclerc. Want die Monegasque heeft een snelle Ferrari. Wij hebben daar alleen maar last van op dat rechte stuk. Gaan het hier heel slim doen. En gaan nu op het gas. En zijn wakker gebleven. Jazeker, Leclerc niet. Dat gat is al gelijk een seconde. 2.4 naar Jenson Button heeft een positie verloren aan Gasly volgens mij. Rijdt op P6. Gat naar Leclerc is inmiddels verkleind tot 1.1. Omdat die Monegasque snel is op dat rechte stuk. Liam Lawson, achterstand is 1.9. Naar Gasly al gelijk 3 seconden. Waarom? Hij rijdt op de mediumband. In ronde nummer 5 zitten wij als Leclerc probeert aan te vallen aan de buitenkant. Lukt niet. Wij verdedigen die binnenkant. Jazeker. En Leclerc moet nog even geduldig zijn. Heeft wel de snelste race ronde in handen. Gat is 17e. Tsunoda volgt op 2.3. Heeft Liam Lawson de grazen genomen voor een podiumplek. De banden zijn er wel al wat aan gegaan. Ronde nummer 7 zitten wij als Tsunoda naar P2 is gegaan. Heeft Charles Leclerc ingehaald en keek daar wel even in de eerste bocht. Leclerc valt Tsunoda terug aan. Zometeen wordt dat een drag race op het rechte stuk tussen Tsunoda, mezelf en Leclerc die P2 terugpakt van de Japanner. Zij aan zij, Oroes en Radion hier nu Camel Street dat rechte stuk. Wij gooien de overtekenop aan en Tsunoda is ervoor gebleven. En probeerde daar aan te vallen, maar lukte net niet en schiet daar wat door. Wij gaan ook wat te wijd en pakken een tracklimit waarschuwing. Gat naar Tsunoda is 1.2. Nu is dat 3 seconden voor Tsunoda. Waarom? Wij duiken naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Charles Leclerc duikt mee. Volgens mij ook Esteban Ocon ook naar binnen. Tsunoda gaat een ronde langer door. Ga proberen de overcut te plegen op ons. Latifi heeft een 5 seconden tijdstraf. 2.3 een prima pitstop en komen mooi voor Leclerc weer het circuit op. Goed gedaan. En komen achter Oscar Piastri weer terecht. En vlak voor Guangyu Zhou. Jazeker. Hier Oroes, maar zo moet daar even liften. Was er wel heel gewaagd wat hij daar deed. Wij hebben hier DRS, maar dat heeft de coureur hier ook. Wij blokkeren zijn pad, kan er niet langs. Probeerde het daar via de buitenkant, maar moest daar even opgeven. Wij moeten nu naar Oscar Piastri zien toe te rijden. En zij snel in het bochtige gedeelte, sector 2 dus. Kijk maar, we rijden al helemaal naar Piastri toe. En kunnen hem hier ook aanvallen, jazeker op de exit, zij aan zij. En dat lukt, houden daar voet bij stuk, houden het gaspedaal ingedrukt. En dat is gewoon P7. Nu op naar Kevin Magnussen. Die kunnen we hier ook al gaan passeren. Hier de buitenkant, nee, dan aan de binnenkant kijken, jazeker. En dat lukt, Magnussen gepasseerd voor P6. Schumacher moet naar binnen. In ronde nummer 10 zitten wij. Als we daar Schumacher nog hebben, die rijdt gewoon nog door. We hebben geen ERS meer over. Moeten in besparingsstand. Hier dan proberen op de exit via de buitenkant. Schumacher ingehaald. Jazeker. Latifi, Russell en een Alfa Tauri moeten nog naar binnen. En Latifi heeft een 5 seconden tijdstraf gekregen. We zitten in ronde nummer 10. Nog 12 rondes te gaan. Ik denk niet dat er nog iets veel gaat gebeuren in deze wedstrijd, omdat Tsunoda op 1.5 volgt. En de rest moet allemaal nog naar binnen, dus wij rijden automatisch weer terug aan de leiding. En dan zitten we in de laatste ronde van de race en er is niet zoveel meer gebeurd. Wij gaan hier weer een race winnen in België.
Tsunoda volgt op P2, Leclerc op P3, Gasly 4, Ocon 5. Wij pakken dat snelste race-rondepunt. Goed gedaan en is het op naar de volgende wedstrijd. Yes, fantastic! You just won the Grand Prix! A nearly flawless performance here then, and a commanding victory. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? I think that smart time management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Nou, hier was dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen de grote prijs van België met als snelste race onder punt. Goed gedaan. Yuki Tsunoda op P2, Charles Leclerc op het podium, Gasly 4, Ocon 5, Button na P6, Yuri Vips P7, Drugovic 8, Norris 9 en Alonso pakt het laatste punt voor Alpine. 1 uitvaller, Dan Ticktum. 102 punten verschil na Leclerc. Pakt P2 over van Lando Norris. Red Bull pakt P2 over van McLaren. Button na P4 in het coureursklassement. Doet hij goed. Hopen dat hij nu nog wat beter wordt, dat hij tweede of zo wordt. Ik kampioen denk ik niet dat Button gaat worden. Plus 5 voor mij, plus 2 voor Alonso. 14 tegenover 6. Wat tenminste goed is. Team acclaim. Button, ik denk dat hij level 16 wordt. Wij zijn steeds level 15, excuses. Level 28 het team en wij zijn dus ook een goed level. $2,1 miljoen erbij vanwege de sponsoren. Helaas hebben Button en ik 80.000 misgelopen. 20.000 erbij. In totaal brengt dat ons op $32,7 miljoen. Goed gedaan. Maar goed, daar kunnen we eigenlijk niet zoveel mee. Want ja, na dit seizoen stoppen we ermee met My Team Career Mode. En alle faciliteiten zijn al geüpgrade. Dus ja, we kunnen helaas, nou tenminste niet alle faciliteiten. Misschien dat we nog een aantal dingen kunnen gaan upgraden. Maar goed, dat zien we in de volgende video wel. Ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat je echt genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me op waarom je het leuk vindt. Trouwens, nu op mijn gamekanaal. Abonneer je voor meer wekelijks F122. My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me even op de sociale media. @Gierland op Instagram, Twitter, Facebook. En gebruik ze in de beschrijving. Dit was Gerland, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.